Alle kinderen staan nu in 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen. En hier staan allemaal krukken. Blijven rennen, blijven rennen! Rennen! We gaan even kijken wat van wie is. Van wie is deze? Kom hem maar halen. Dit is toch te schattig. Kattenboekenleggers. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga naar mijn werk. Juf vlogt weer vandaag. Nog een paar dagen en dan is het ook voor ons vakantie. Het is vandaag vrijdag. En ik neem jullie mee. Voordat ik weer allemaal sfeershots en timelapse erin gooi. Ik heb wat nieuwe spulletjes. Deze kaart heb ik gekocht. Heel groot. Deze heb ik ook gehaald. En hier ga ik dan de taakjes opschrijven. Ik denk dat ik hem zo ga doen. Pennenbakjes. Ik heb er 6. En jullie zien waarschijnlijk verderop in de vlog wel hoe ik dat dan ga gebruiken. En ik heb nog wat prijsjes voor de bingo die we volgende week donderdag gaan doen. Op 19 juli, dan ben ik jarig. Maar die ga ik nog niet laten zien. Kinderen staan nu in 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen. En hier staan allemaal krukken. Op iedere kruk liggen keersommetjes. Eén kind heeft de pen. Hier staat bijvoorbeeld een meisje. Die gaat zo meteen rennen. Die maakt één sommetje. Dan rent ze terug. Dan geeft ze de pen aan het volgende jongetje. En ze gaat zelf achteraan in de rij staan. Als je je hele papiertje vol hebt. Dan ga je met je groepje zitten op de grond. 1, go! Die zijn straks moe. Blijven rennen, blijven rennen! Die meiden en ook sommige jongens hebben mij geholpen met het potloden. En ik ben er blij mee. Het is echt heel mooi geworden. Maar ik ga het zo even laten zien. We gaan even kijken wat van wie is. Van wie is deze? Kom maar halen. Nou, ik had beloofd het even te laten zien. Die twee laat ik nog eventjes hangen. Want sommige kinderen willen toch nog de tafels opnoemen. Maar dit is dus mijn doelenmuur. Groep 5, alle doelen. Groep 6. Die heb ik opgehangen, die had ik gekocht. Die plantjes ga ik allemaal weghalen. Hier heb ik het helemaal netjes gemaakt. De inleverbakken groep 5, groep 6. Die is nu helemaal leeg. De tijdlijn, dat is van Vreedzame School. Dit is nu bijna helemaal netjes. Mijn bureau. Deze is normaal voor wereldoriëntatie, maar die heb ik ook alvast leeggehaald. Dan hebben we dus deze hoek. Zo. Dit is dus het lokaal. Eigenlijk alles wat je hier ziet zijn allemaal mijn eigen spulletjes. Die had ik bij Noppes gehaald. Daar doen ze altijd hun broodtrommeltje in en zo. Ik heb hier nog wat van mijn eigen boeken en wat zoekboeken. Vinden ze nog steeds heel leuk. Die heb ik gehad van een stagiaire. Hier komt het snoep in voor de kinderen die hebben geholpen met klassendienst. Nou, die heeft een plekje gekregen. Dit is mijn gietertje van de Xenos. Deze hebben een plekje. Ik heb hier alle stiften gedaan en hier alle potloden. En deze hebben we ook helemaal opgeruimd. En de spelletjeskast is helemaal netjes. Eigenlijk is het helemaal netjes. En nu hebben wij de luxe dat ik met groep 4-5 deel ik een tussenruimte. Hier kunnen ze werken. Dus dit is ook helemaal netjes. Dus deze ruimte hebben we hier
nog extra bij. Dat is natuurlijk ideaal. Ik ben helemaal blij. Ik ga afronden en ik ga naar de supermarkt. Ik ben thuis. Mijn avondeten. Ik ga dit eten. Het is niet heel gezond, maar ik ga tapas eten. Dus ik heb hier, hier en hier en deze. Verse chuderans. En als toetje heb ik een muffin. Ik kan niet meer. Ik heb er gewoon trek in. En ik heb een nieuwe Flow. En er is een AliExpress pakketje binnen. Dus ik ben helemaal blij. Oh my god. Ik heb mijn boekenleggers binnengekregen. Ik heb voor volgend jaar deze boekenleggers besteld. Dus de kinderen die volgend jaar bij mij in de klas komen. Als je dit ziet, de boekenleggers zijn binnen. Kijk even hoe leuk dit is dan. Dit is toch te schattig. Het zijn er 30. Ik zet het linkje wel even hieronder in de beschrijving. Kattenboekenleggers. Misschien denk je, die spoort niet. Maar dit vind ik dus echt heerlijk. Ook al is het vet lekker weer buiten. Ik heb net gegeten. En ik ga nu de Flow lezen. En dan ga ik ondertussen de beelden even importeren. Die ik vandaag gemaakt heb. En wie wil er dan altijd bij? Nou, waar ga je liggen? Dat is een beetje vol, hè? Kun je beter hier gaan liggen. Kijk, hier heb ik helemaal een plekje voor jou. Zie je dat? Ga jij hier liggen? Ik ben in de walk-in closet. Mijn make-up eraf gehaald. Ik heb gedoucht. En ik ben nu eventjes de was aan het opvouwen. Ik had best wel veel de vraag gekregen of ik een walk-in closet tour wilde doen. En om daar helemaal een aparte video over te maken, vind ik eigenlijk niet helemaal bij mijn kanaal passen of bij mij of zo. Dus ik ga de was eventjes opvouwen en daarna ga ik gewoon heel kort aan jullie laten zien hoe mijn walk-in closet eruit ziet. Dit is mijn kant. Op dit stukje na, dit zijn blousjes en pakken van Sven. Hier heb ik al mijn jasjes hangen. En hier van die kraagjes voor bij truien. Hier heb ik al mijn kleding uitgezocht. Dit is eigenlijk alles aan t-shirts, gewone topjes, maar ook blousjes en truien en vesten. Lange truien, laat ik het zo zeggen. En hier heb ik alle jurkjes hangen. Daarboven sportkleding. Hier heb ik al mijn truien. Daar de wat lichtere tinten en daar de wat donkere tinten. Mijn broeken, donker en licht. En mijn sjaals heb ik aan zo'n broekenhouder gehangen. Dat vond ik zelf wel heel erg praktisch. Nou, dit is eigenlijk de kast. Ik heb hem eigenlijk altijd op deze kant open, zodat ik mijn kleding altijd kan zien. Dit is al mijn kleding. Nou, ik vind het eigenlijk best wel behoorlijk meevallen. Nou, mis ik nog wel wat dingetjes, maar voor nu is dit gewoon prima. De rest van de kamer zien jullie zonder mijn gebabbel. Ik sluit hem af voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Een juffenvlog en een klein stukje walk-in closet
tour, even heel snel vluchtig. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je me nog niet volgen op Insta, doe dat dan ook eventjes. Daar deel ik nog meer af en toe dan dat ik hier kwam. Dat is natuurlijk logisch, daar kan je even iets makkelijker wat dingetjes delen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Doeg!